Kunst is een soort van noodzakelijk iets. Kunst is een onderdeel van onze beschaving. Een niet weg te denken onderdeel van onze beschaving. Elke dag zien we hoe mensen het verschil maken. Tussen het nieuws van vandaag en dat van morgen. Mensen met idealen en het vermogen om echt iets te veranderen. Maar wie zijn zij eigenlijk? En wat investeren zij vandaag in een betere toekomst? Dit is de krant van morgen. Nou, en dit vind ik ook mooi. Zelfportretje als jonge man. Het belang van kunst en cultuur staat in Nederland al jarenlang ter discussie. Daardoor komt de sector steeds meer in het nauw. Toch zien we ook een positieve ontwikkeling. Steeds meer vermogende particulieren nemen het heft zelf in handen om een eigen bijdrage te leveren aan onze culturele toekomst. Zo ook oud-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Hedy Dancona. Zij zet zich in voor cultuur in Nederland en vindt het belangrijk dat dit onderwerp hoog op de agenda staat. Toen ik minister was, onder andere van cultuur, toen schreef ik die vierjaarlijkse nota. En die noemde ik investeren in cultuur. En daarmee bedoelde ik dat de overheid daar geld in moest steken. Dat het iets betekent voor een samenleving. Het leert je om door de ogen van een ander naar de wereld te kijken en naar de dingen om je heen. Ik heb het altijd en nog steeds een van de kerntaken gezien om de cultuur levend te houden, te ondersteunen. Als je het niet zou doen, zou alles wat te maken heeft met talentontwikkeling verdwijnen. Hier is ook nog zo'n klein vrouwtje op de fiets. Zie je? Heel kleintje. Dat opgroeien in een buurt waar alleen maar lelijkheid om je heen is. De huizen lelijk, de straten lelijk. Niks waar je je aan kunt laven. Waar je je ogen aan kunt laven. Dat een verschrikking eigenlijk is die je mensen, kleine mensen die opgroeien, niet mag aandoen. Er moet altijd iets zijn waarvan je denkt, dat is mooi. Hè? En daar kijk ik graag naar. En in die zin vind ik dat een recht voor mensen. Want ik vind dat je altijd moet proberen om zoveel mogelijk mensen het bijzondere te laten proeven. Maar ja, kijk, de klollers die zitten er nog op. Dat vind ik zo'n dat je er weer zin in krijgt als je naar dat schilderij kijkt. De basis, dat hoort de overheid te doen. En daarop is het natuurlijk ook voor de persoonlijke betrokkenheid heel goed bij te dragen. Om iets speciaals tot stand te brengen. Ik ben daar erg voor. Omdat ik wil dat, als het maar enigszins kan, ieders ogen opengaan. En ze denken, dat had ik niet willen missen. Zie je het gezichtje erin? Besteed daar aandacht in. Dan krijg je een betere samenleving van, je kan niet zonder. Ooit was de Westergas een verlaten industrieterrein. Maar tegenwoordig is het een belangrijke culturele broedplek. Na het verkopen van ID&T stortte ondernemer Duncan Stutterheim zich op de ontwikkeling van het gebied. Mijn achtergrond is dat ik 2 keer gezakt was voor mijn VWO. Dus ik ben gaan werken op mijn 18e. En op mijn 20e gaf ik 1 klein feestje voor 300 man. En de tweede was bedoeld voor 3.000-4.000 man, maar het werden er ineens 13.000. En toen was ik 20, ja. Dus ja, toen ging het los. Officieel heet het de ingenieurswoning. Vorig jaar kwam het leeg te staan. De halve stad belde ons van, zo'n plek wil ik wel zitten met mijn kantoor. Maar wij wilden wel graag iets. En onze visie is wel echt een kunstcultuurdorp bouwen van de Westergasterrein. Dus ja, daar past een advocatenkantoor daar niet in. En we zijn terechtgekomen met de World Press Photo. Ja, dat past 100% erin. Scalar is gewoon absoluut echt een cultureel iets. €15 een kaartje, dus dat is echt nog wel betaalbaar. In een stad als Amsterdam, veel beton, weinig groen. Dat cultuur ook toch wel belangrijk is dat je af en toe dat bezoekt. Het verrijkt je leven, het geeft een mooi moment, het geeft een binding. Maar wel zonder subsidie. En daar zijn mogelijkheden binnen om dat te doen. Westergasjes kost ons geld. Maar ik ben dan ook wel weer een zakenman die denkt, nou, als ik het nou naar een festival breng misschien en ik kan er straks een beetje een sponsor bij vinden, dan kan ik dat festival. En dan krijg ik dat wel op nul, denk ik. Het blijft een waanzinnig leuk terrein, hè?
fantastisch. Echt waar. Investeerder Maya Meijer zet ook haar vermogen in om het verschil te maken voor de toekomst. Momenteel werkt zij aan de herbestemming van Paleis Soestdijk. Zo'n 20 jaar geleden was zij een van de eerste grondleggers van de Westergas. Het door haar aangekochte verlaten fabrieksterrein was destijds in zeer slechte staat. Het park was helemaal niet aanwezig. Het was geen park. Het was zwaar vervuilde grond. Het was de meest giftige grond van Amsterdam. En voor de rest was het gewoon een puinhoop eigenlijk. Nou, dat klinkt niet aardig, maar ja, eigenlijk wel. Nee, dat is wel waar. Ja, het is wel waar. En toen is het gewoon gebouw voor gebouw opgeknapt. Maar het is wel interessant dat je echt met zoiets ook de stad mooier maakt. Ja. Je doet wel iets, niet zomaar gebouw kopen, een beetje opknappen, doorverkopen, winst maken. Nee. Voorlopig maak je jij ook, schiet je niet. Je maar... Nee, kost nog even wat. maar we weten. Nee, maar je weet dat het je zit er ook aan vast te zelden, zo voelt het ook. Het is zo'n unieke plek. Je doet dingen zeg, die je heel belangrijk vindt voor minder. Maar er zijn natuurlijk ook dingen waar je gewoon aan moet verdienen. Je koopt zo'n plek 20 jaar geleden, terwijl het nog niet ontwikkeld, vervuilde grond, enzovoorts is. Hè. En dan na 20 jaar is het een hele mooie plek midden in de stad. Dus het bezit wordt wel gewoon meer waard. Ik zou het leuk vinden als je leest van het budget is rond en dat geldt voor meerdere gezelschappen. En dat is wel een taak nu voor ons allen. Dat we er ook voor zorgen dat dat steeds meer mensen daaraan meedoen. En dat iedereen van jong tot oud op zijn tijd een bezoek doet aan deze hele kunstcultuursector. Er mooie herinneringen aan houdt. Met sommige mooie voorstellingen vergeet je 20 jaar later, weet je het nog. Museum Voorlinden in Wassenaar bevat de grootste particuliere kunstcollectie van Nederland. Het is opgericht door Joop van Kaldenborg, grondlegger van het internationale chemiebedrijf Caldic. Met het museum maakt van Kaldenborg zijn privéverzameling toegankelijk voor iedereen en deelt hij zijn passie voor kunst met de hele samenleving. Ik heb mijn hele leven kunst verzameld. Waarbij je niet kan zeggen dat ik altijd verzamelde. Dat is iets wat in een later stadium pas gebeurt. Zembad van Leandro Ehrlich. Heel populair bij de jeugd. In eerste instantie ben ik net als ieder ander mens en koop wat kunst voor boven de bank. En die meisjes, ze willen eigenlijk volwassen zijn. En dat lukt ze nog niet helemaal. Het is prachtig gemaakt. En later staat het in rijen tegen de muur en dan vraag je je af wat er nu toch gebeurd is. En dat heet verzamelen. Ja, dan heb je op een gegeven moment zoveel. Dat het aardig is om het met andere mensen te delen. En dat doen we hier. En daar hebben we ongelooflijk veel plezier aan. En op een bepaald moment is hij zover en dan is hij daar. Haast. Dat doet hij toch niet. Dat is wat een beetje deze tentoonstelling weer. Het rendement is een maatschappelijke waarde. Het rendement is geen geld. Geen procenten. Zeker niet in ons geval. Hier gaat het rode knopje branden en je kunt daarboven zien waar die is. Zoals ik al tegen de kinderen vertelde, de kabouters zijn nu boven en ze komen zo naar beneden. Als je er niet in handelt en het niet weer verkoopt, dan is het niet anders dan bij aandelen. Het is pas af te lezen op het moment dat je er weer vanaf gaat. Uw huis heeft een waarde omdat u erin woont. En het wordt pas een economische waarde op het moment dat u het gaat verkopen. Lamine heet het en blijft eeuwig doorgaan. We kunnen tevreden zijn over hoe het zich ontwikkelt in het museum. We zijn tevreden over bezoekersaantallen. We zijn tevreden over dat we tentoonstellingen kunnen maken die we graag willen maken. En dat er klaarblijkelijk veel mensen naar willen komen kijken. Dat is voor ons van vrij groot belang, want we moeten er ook van leven als museum. Wij houden onze eigen broek op. If you understand my words. Don't despair. This era is only passing. Kunst is een soort van noodzakelijk iets. Kunst is een onderdeel van onze beschaving. Een niet weg te denken onderdeel van onze beschaving. Het deel waar we vaak het meest origineel, esthetisch mooi mee omgaan. En wat voor veel mensen ook inspirerend is. En waar ze plezier aan kunnen beleven.